Vrijwilligers gaan elke dag het kamp in om kinderen op te halen voor school. Als u rondkijkt op de grond, ziet u vele traangashulzen liggen. En kinderen, ja, ze spelen daarmee. Ze zien dat liggen, ze spelen daarmee. Met traangashulzen, lege traangashulzen, die politie 's nachts in het kamp gooit. Tientallen kinderen krijgen in een geïmproviseerd gebouwtje elke dag les. En er is ook tijd voor ontspanning. In het vluchtelingenkamp van Calais wonen volgens hulporganisaties 300 tot 500 kinderen zonder vaders of moeders. Ze zijn meestal door hun ouders met mensensmokkelaars naar Europa gestuurd en ze reizen dan via Calais naar Engeland, waar vaak familie woont. Maar in het kamp zijn ze aan hun lot overgeleverd. Ja, fighting. This is fighting for people, countries and other countries. And hate you. This fighting. This is very dangerous. Kinderen die hier in dit kamp wonen zonder hun vader of moeder lopen extreem gevaar, zeggen hulpverleners die hier werken. Er zijn verhalen bekend over geweld, over seksueel geweld zelfs door volwassenen. VN-organisatie UNICEF heeft geconstateerd dat er in dit kamp minderjarige kinderen wonen die zelfs werden gedwongen om te stelen of zelfs om zich te prostitueren om bijvoorbeeld mensensmokkelaars te betalen. Tussen de hutjes, tenten en krotten staat een opvangcentrum voor kinderen en tieners die alleen zijn. Ze krijgen hier hulp. Omdat veel kinderen getraumatiseerd zijn, mogen we ze niet zelf spreken. Maar de hulpverleners horen dagelijks de verhalen. We've heard of shootings and stabbings. Recently we've had one young boy. He's 14 years old. He came back from a night trying to get to England. He was marked all over his body. Op de school kunnen kinderen ineens boos worden. Ze zijn overdag ook vaak enorm vermoeid, omdat ze nacht na nacht proberen op een vrachtwagen of een trein naar Engeland te springen. C'est des enfants qui sont exposés à tous les dangers en vivant dans un camp, de la prostitution. Il y a vraiment des grosses souffrances physiques, psychologiques pour les enfants qui sont non accompagnés.